Hello guys and girls, Greetje Bunnens in the house. Ik ben alleen. Onze Peter is in exotischer oorden te vinden. Dus moet je het maar met mij alleen doen en we moeten juist niks. Dus als je niet wilt, dan klikt je maar weg, uiteraard. Dus onze morning call enkel met mij. En vandaag wil ik het eens hebben over intimidatie en mainstream media. Zeer interessant. Dus vorige week was ik naar een lezing geweest in Brussel. En dat was georganiseerd onder andere door de Erasmus Hogeschool. Die mensen, die proffen en studenten, hadden een onderzoek gedaan naar de mainstream media en dan meer bepaald naar de mensen die enerzijds niet meer de mainstream media volgen omdat ze afgehaakt zijn, dus zogezegd de afhakers, met de voornaamste reden dat zij vinden dat het allemaal te negatief is. Dus wie zijn de afhakers? Waarom haken ze af? Dus dat was de eerste groep waar dan men zich eerst over wilde buigen en eens kijken wie zijn die mensen, wat doen ze, wat drijft hen. Anderzijds hadden ze dus een tweede groep en dat waren de wantrouwers. Dus de mensen die de mainstream media amper nog volgen omdat zij een totaal wantrouwen hebben in die mainstream media. Hè? Of het nu de krant is of de tv, whatever. Nu, die mensen ze haken dan af omdat er dus inderdaad een diepliggend wantrouwen is en denken dat er misschien te veel banden zijn tussen de overheid en dus de journalisten en dat er weinig ruimte is voor een echt open debat en meerdere stemmen. Dus dat waren de twee groepen die eens onder de loep werden genomen door deze groep van studenten en de studie, daar werd een lezing over gegeven. In Brussel, ik ben daar dus naartoe gegaan. De aanwezigen waren enerzijds natuurlijk die proffen, waren ook in de zaal een hele hoop jonge studenten die voor journalist studeren. Hè. En dan hadden we ook nog een aantal kritische medemensen, dus die mensen die zich eerder in de groep van de afhakers of in de groep van de wantrouwers zich bevonden. Dus dat was de zaal. En op het podium had je waren vier mensen aanwezig die een debat zouden voeren. En dat waren onder andere de hoofdredacteur van De Standaard. Dat was een journaliste en ook een onderzoekster aan een universiteit in Nederland die ook onderzoek doet naar dit fenomeen. Dan hadden we iemand die zich identificeerde als een afhaker en iemand die zich identificeerde als een wantrouwer. En ja, het debat mocht losbarsten. Nu, ikzelf, voor mocht je u afvragen, tja, tot welke groep zou Greet zich bevinden? Ik bevind mij al heel vele jaren tot de afhakers, omdat ik mijn interesse in de mainstream media allang verloren ben. Voornamelijk met de reden, ik heb wel wat anders te doen dan elke keer naar het nieuws te luisteren of te kijken. Als ik dan toch informatie wil vergaren, dan ga ik dat doen over onderwerpen die mij interesseren. En dan is dat bijvoorbeeld via podcasts of audioboeken of nou gewoon een boek gaan lezen. Over de onderwerpen die mij boeien, gaat het over business, maar ook over persoonlijke groei en dergelijke. Dus dat boeit mij veel meer dan mijn tijd te spenderen aan het luisteren naar het nieuws op de zevende dag of whatever. Dus ik heb al heel erg vele jaren mijn abonnement op de Knak opgezegd. Ik heb al vele jaren ook niet echt meer geluisterd naar de radio of laat staan het journaal bekeken op tv. Voornamelijk omdat ik wel wat anders te doen heb en ik weinig interesse had in wat er gezegd werd. De laatste 3 jaren ben ik geëvolueerd naar de kritische medemens, dus de eerder wantrouwige medemens wat betreft mainstream media.
Dus ik ben de persoon die ja, toch het gevoel heeft gekregen vanaf dag één, eigenlijk bij de uitbraak van de coronacrisis, dat wat er ons verteld werd in de mainstream media, dat dat niet volledig klopte. En dat er nogal redelijk wat werd gecensureerd. En die twee dingen maakten dat ik bijzonder wantrouwig ben komen te staan ten opzichte van de mainstream media. Als ik toen meer en meer mij begon te informeren in de alternatieve media, dan zag ik dat er inderdaad altijd wel twee kanten aan het verhaal waren. Nu vandaag de dag probeer ik dus inderdaad wel de twee kanten van het verhaal te luisteren. Dus ga ik wat vaker toch naar de radio luisteren dan dat ik dat vroeger deed. Maar dat is dan voornamelijk met de bedoeling om ja, die meerdere kanten van het verhaal te horen. Dus dat even gezegd zijnde over mij. Nu, waar dat ik het over wilde hebben, voornamelijk was ja. Een opmerking die er kwam tijdens het debat of na het debat eerder. Dus je had natuurlijk ja, dus de hoofdredacteur van de Standaard, die bepaalde zaken poneerde, waar dan bijvoorbeeld de kritische medemens Steven de Sangere niet zo vreselijk mee eens was. Er werden een aantal stellingen geponeerd op dat podium, waarbij er in de zaal af en toe gemopper of ja, een kritisch of een sarcastisch lachje gehoord werd. En niet iedereen was het evenveel eens met wat bijvoorbeeld onze vriend van de Standaard vertelde. Nu, dat is denk ik normaal in een debat. Ik vond het fijn, eerlijk gezegd, dat er eens een debat was. Iets wat ik echt wel gemist heb de laatste jaren. Maar goed, dus die kans werd wel geboden. Er was ook mogelijkheid tot vragen stellen. En dat werd ook gedaan, hè. Dus er kwamen een aantal zaken naar voren waar ik nu niet alles uit de doeken ga doen. Ik zal anders een linkje bijsteken als het u interesseert. Van iemand anders die een verslagje heeft gemaakt over dat debat. Maar wat mij eigenlijk voornamelijk interesseerde of deed stilstaan, behalve het feit dat ik het een beetje irritant vond wat dat onze vriend van de Standaard verkondigde, maar dat hij zeide op het laatste nam een studente ook even het woord en ik vond dat al wel moedig van die jonge dame, dat zij het woord nam. Zij was de enige van al die jonge mensen die het aandurfde om toch het woord te nemen en een vraag te stellen. Nu, ze stelde niet zozeer een vraag, maar zij zei eerder dat ze zich geïntimideerd voelde door de reacties van sommige mensen in het publiek. Die reacties zijnde sarcastische lachen. En af en toe een gemompel. Zij vond dan ook dat de mensen in de zaal niet het nodige respect opbrachten voor de mensen die het debat aan het voeren waren en voor de stellingen die werden geponeerd op het podium. En zij vond dat ook bijzonder intimiderend. Nu, wat ik fantastisch leuk vond aan die dame, hè, die jonge dame, was uiteraard het feit dat ze durfde het woord nemen. Toevallig had ik haar de zaal zien binnenkomen en zag ik dat het een dametje was die wel durfde de leiding nemen als ik haar vergeleek met haar vriendinnen. Dat was toevallig dat mij dat opviel. Maar dus, hè, dus ik vond dat wel moedig. En ik kan mij ergens wel inbeelden dat het wat storend was dat we af en toe een lachje of gemompel of ja, een ongenoegen hoorden in de zaal. Ik moet toegeven, in alle eerlijkheid, dat ik dat zelf ook een klein beetje storend vond. Dat lachje. Maar goed, hè? Iedereen heeft recht op zijn meningsuiting. En daar gaat het nu net over. Wat mijn eerste gedachte dus was toen die studenten dat zei was, ah ja, maar die durft dat te zeggen. En twee, misschien heeft ze daar iets of wat gelijk. Maar dan onmiddellijk is de vraag bij mij opgekomen, waarom denk je dat die mensen zo reageren? En dat was eerlijk gezegd bijzonder geciviliseerd. Daar werd niet geroepen, daar werd niet heel opstandig gereageerd. Het was duidelijk ergens af en toe een lachje of
een klein ongenoegen uiten, maar zeker op een voldoende geciviliseerde manier, zonder al te veel agressie in de zaal. En dus die jonge dame poneert dus dat dat intimiderend is. En mijn vraag was dus vooral, dan opkwam ze van, ja, waarom denk je dat die mensen zich zo, ja, zo reageren? Een ander iets dat bij mij ook onmiddellijk opkwam, dat was, ja, oké, als je voor journalist studeert, dan denk ik dat het wel belangrijk is dat je je wapent tegen, wapent, of dat je leert omgaan met een kritisch publiek dat het niet altijd eens is met wat dat jij zegt of jouw gasten gaan zeggen. Dus het is misschien een goede oefening. Hè? We hebben nog werk aan de winkel. Maar voornamelijk vond ik het wel interessant als zij zei van die mensen in de zaal die uiten hun ongenoegen en zij geven onvoldoende of zij tonen onvoldoende het respect voor de mensen op het podium. Ik vond dat nu niet per se het geval, maar goed, misschien ben ik een beetje biased. Belangrijker is wel de vraag u te stellen van hoe zou het komen dat die mensen zich dus zo gedragen en zich zo uiten. En ik wil hier toch bij even benadrukken dat wij, hè, en wij, dat zijn dan die kritische mensen die zich uitgelaten hebben omdat zij niet altijd evenveel vertrouwen hebben in de mainstream media. En dat zijn ook voornamelijk mensen die reageerden toen het ging over het hele corona gebeuren en voornamelijk het CST gebeuren. Wel, die mensen waar ik dus toe behoor, wij hebben ons meer dan 2 jaar lang weinig respectvol behandeld gezien. Wij hebben zelf ook niet het gevoel gehad dat wij met de nodige onze nodige aandacht werd gegeven en dat er ruimte was voor debat. We werden in een hoekje gedrukt van de extreemrechtse domme wappies. Egoïsten die het leven van de medemens in gevaar brachten. En we hadden weinig ruimte om ons te verdedigen, want de mensen die dan eens wilden opkomen hiervoor, of toch een beetje nuance brengen, werden al vaak dus gecanceld of belachelijk gemaakt en dergelijke. Dus als mensen zich vandaag in zulke debatten ergens wel wat een klein beetje ergeren en durven te uiten dat ze niet helemaal eens zijn met wat de vriend van de standaard vertelt over de CST's en over corona en over vrije meningsuiting en over een eerlijke communicatie in de mainstream media, ja, dan mag je dat ook met de nodige empathie en compassion bekijken, denk ik dan. En uzelf eens de vraag stellen van, hey, hoe zou het nu inderdaad komen dat die mensen zo reageren? En dat komt omdat wij in een hoek zijn gezet geweest en wij niet echt veel de kans hebben gehad om in een eerlijk, open en sereen debat aan het woord te komen. Dus bij deze zou ik ook echt wel zeggen van, ja, mensen, laat ons meer van zulke debatten organiseren. Ik dank de dame die dat georganiseerd heeft bijzonder. Het was een van de enige keer of eerste keren, denk ik, dat we echt het gevoel hadden dat er een echt debat was. Ik zou zeggen, laat dit meer aan bod komen, zodat de mensen ook de verschillende kanten van het verhaal kunnen horen en niet een eenzijdig narratief zoals we dat vinden in de mainstream media. My humble opinion. De man van de standaard vindt dat dat niet eenzijdig is. Ik durf te denken dat dat toch vrij eenzijdig narratief was, waar weinig ruimte was voor debat. Spreek mij gerust tegen en haal gerust wat goede argumenten aan. Ik luister altijd graag. Dus bij deze zou ik ook echt wel willen een oproep lanceren om dit soort van debatten nog wat meer te gaan voeren. En inderdaad een sereen debat te voeren, zodat de mensen die zich 2 jaar lang in een hoekje hebben gedrukt gevoeld of uitgesloten gevoeld van de maatschappij, dat deze mensen ook wel eens kans krijgen om hun gedachten te zeggen of hun mening te zeggen en zich te uiten. Misschien dan niet met een sarcastisch lachje, maar misschien wel met een goed onderbouwd, met goede onderbouwde argumenten, zoals Steven de Sanger dat ook trouwens gedaan heeft, of zoveel mogelijk proberen te doen heeft in dat woelige debat.
Dus ja, dat wil ik je eigenlijk toch nog wel ja, meegeven. Weet ook dat ik, allez, weet ook, ik had ook gehoord dat blijkbaar de NOS in Nederland ook aan een soort van charme-offensief bezig is. Of misschien is het helemaal geen charme-offensief, of is het gewoon een offensief om mis- en disinformation tegen te gaan. Alleszins, zij organiseren ook avonden in Nederland, of toch tenminste ene in het exotische Zwolle, waarbij mensen, de gewone burger, vragen en kan stellen aan journalisten van de NOS. Ik mag hopen dat daar heel veel burgers naartoe gaan en dat zij ook echte goede vragen gaan stellen en dat we ook daar weer een mooi debat mogen kunnen creëren. Vragen stellen over hoe rapporteert men over de klimaatcrisis, over de oorlog in Oekraïne, over corona, over vaccinatie, over pandemies enzovoort. Is er voldoende ruimte voor debat? En ja, ik heb de indruk tot nu toe van niet, maar goed, nogmaals, spreek mij zeker tegen. Ik kan het alleen maar aanmoedigen dat de mensen van de NOS zulke avonden organiseren en dat wij met z'n allen die vragen kunnen blijven stellen. Dus eerste oproep is dan ook, blijf dit organiseren. Twee, durf daar naartoe te gaan, durf uw vragen te stellen. Drie, blijf spreken. En vier, laten we wel met respect en empathie en compassion naar elkaar blijven kijken en met elkaar omgaan. Het is op die manier dat we wat beter elkaar gaan leren kennen en onze beweegreden en wat maakt dat we misschien af en toe geïntimideerd zijn of misschien af en toe een honend of sarcastisch lachje laten horen. Maar door beter begrip voor elkaar hoop ik dat we kunnen streven naar een veel betere wereld. Ik ben benieuwd wat dat jij er allemaal van denkt. Ben jij iemand die volop gelooft in de mainstream niet? Media, of ben je misschien ook een afhaker of een wantrouwer? If zo, laat mij eens weten waarom dat het geval zou zijn. Ben je helemaal niet eens met wat ik hier allemaal gezegd heb? Laat dat zeker ook weten. Ook hier wil ik graag een constructief, open, goed debat durven aangaan. Dus hou je zeker niet in. Geef feedback in de comments. Voilà, ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik wilde vertellen in deze morningshow van Peter en Greet, maar deze keer zonder Peter. Ik hoop dat het niet te veel leek op een rant, alleszins. Ik denk dat er een aantal mooie boodschappen in zitten en ik hoop jullie terug te zien de volgende keer. Bye bye.